Dat zei de 74 in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, o Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en zullen geschapen worden. En zult het aanzien van de aarde vernieuwen. Laten we bidden, o God, die de harten van de geloven door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen. Geef ons dat wij door dezelfde geest de ware wijsheid bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden, door Christus onze Heer. Amen. Heilige Hart van Jezus. Bid voor ons. Maria Zittel de Wijsheid. Bid voor ons. Heilige Jozef. Bid voor ons. Heilige Ignatius van Loyola. Bid voor ons. Onze engelbewaarders. Bid voor ons. Onze heilige patronen. Bid voor ons. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo, we nemen een tekst. We waren gekomen bij de onderscheiding van geesten. Nummer 324. Ja. 324. Die gaat weer over de vertroosting. En dat is een middel, een principe, een tactiek, een raadgeving, om zoveel mogelijk, als je de vertroosting hebt, ze te bewaren, ze te behouden. Ze te behouden. Wie vertroost wordt, moet zorgen zich zoveel hij kan te vernederen en klein te maken. En zoals Sint Franciscus van Assisi, mijn God, mijn al. Hij beschouwt de oneindige grootheid van God. En tegenover de oneindige grootheid van God zijn we dus oneindig klein. Vermits we oneindig klein zijn en de nederigheid, uw situatie herkent, is de nederigheid ergens oneindig. De echte nederigheid. De nederigheid moet erkennen dat we oneindig klein zijn. Dat is de waarheid, dat is de werkelijkheid. Dus we zijn oneindig klein tegenover God. We zijn niet niks, ook niet. We zijn iets, we bestaan, we zijn mens, ziel en lichaam. Maar tegenover God zijn we oneindig klein. En de nederigheid erkent dat. Dus ergens moeten we ons oneindig vernederen. Zet je? Zoveel hij kan. We kunnen het oneindige niet bereiken. Dus weer zitten we met het zoveel we kan. Dus God vraagt weer, Jezus vraagt niet wat we niet kunnen. Hij zegt, bemin God met al uw krachten. En dat is dus een relatieve volmaaktheid. Het zal absoluut onvoldoende zijn. Want zelfs al beminnen we met al onze krachten, dan wordt hij nog niet bemind zoals het moet. Want de mate van God te beminnen is hem beminnen zonder maat, oneindig. Dus alleen de Heilige Geest kan God beminnen zoals het moet. Alleen de Zoon kan God begrijpen zoals hij is. Dus je moet God zijn om God te begrijpen zoals hij is. En je moet God zijn om hem te beminnen zoals hij beminnelijk is. Moesten we hem eenmaal beminnen zoals hij waard is bemind te worden, zouden we God zijn, zouden we Heilige Geest zijn. Moesten we hem helemaal begrijpen zoals hij is, zouden we de Zoon zijn. Of een vierde persoon in God, en dat kan niet. Dus wat is er dan voor ons eigenlijk passend, billijk en recht en goed? Wel een relatieve volmaaktheid. Dat betekent dat we relatief aan ons, niet absoluut volgens de realiteit, God, hè, maar relatief aan ons, een relatieve volmaaktheid, dat zeggen wij doen wat we kunnen. Maar dan begrijp je meteen ook dat doen wat we kunnen absoluut een vereiste is. Noodzakelijk is. Anders blijven we helemaal onder de maat. Als we doen wat we kunnen, zijn we al oneindig onder de maat. Want we doen wat we kunnen, dat is een zekere inspanning, maar tegenover de oneindigheid is er weer een oneindig verschil. Dus als we doen wat we kunnen, zijn we al oneindig onder de maat. Maar God aanvaardt dat. Hij is daar tevreden mee, omdat de oneindig goed en rechtvaardig is. Is dat voor hem voldoende? Dat we ons uiterste best doen. Als we ons uiterste best doen, zijn we oneindig onder de maat, maar voor God is dat voldoende. Want we hebben gedaan wat we konden. En Jezus zegt dat ook. De ganse godsdienst is, bemin God met al uw krachten. Maar als we dan
stel je voor dat we dan niet ons uiterste best doen. Ja, dan zijn we helemaal onder de maat. Dat is helemaal ondermaats. Dat zou gewoon ondenkbaar moeten zijn. Maar dit ook met de nederigheid. Dus de godsdienst heeft dit tot specificiteit dat wij eindige wezens worden geconfronteerd, ook op een zeer aangename manier, want de hemel wacht ons, met de oneindigheid, met God die oneindig is. God is oneindig, zijn liefde is oneindig, de staat van genade heeft dus iets oneindigs, de doodzonde heeft natuurlijk iets negatiefs oneindigs, onze bestemming is oneindig, we gaan oneindig lang leven, maar het probleem is dat we de oneindigheid niet kunnen snappen. Daarom moeten we mediteren. Dat we toch het minimum daarvan gaan begrijpen en gaan smaken en toch zo ver mogelijk gaan in het begrijpen ervan. Anders begrijpen we helemaal niks van die oneindigheid. En dan zijn we helemaal verloren. Dus ziet je de noodzaak van tot het uiterste te gaan van onze krachten en de noodzaak van te mediteren. En dat is juist wat de retraite biedt. Dus je ziet dan de noodzakelijkheid van de retraite. Anders moet je dat om het jaar doen, tussen je bezigheden, vlug s'avonds, je bent moe, je bent verstrooid, nog gaan mediteren en denken aan je eeuwigheid, aan je bestemming, aan de staat van genade, aan de zon, aan al die dingen. En er is niemand om het u uit te leggen, je moet naar de catechismus, je moet dit en dat. Dus je ziet hoe een derde punt is, hoe noodzakelijk die retraite dan is. Dus ik ga terug naar de tekst hier. Wie vertroost moet zorgen, tenminste als hij die vertroosting wil behouden, dus weer een conditionele, een voorwaardelijke noodzakelijkheid, moet indien hij wil vertroost blijven, moet hij. Want anders verliest hij die vertroosting. Moet zorgen zoveel hij kan, dus dat is wat God dus daarmee tevreden is, dat we en we minnen met al onze krachten, te vernederen en klein te maken, dat wil zeggen, te beschouwen wat hij is, klein te maken in onze hoogmoed. Onze hoogmoed maakt ons groter dan we in werkelijkheid zijn. Dus we moeten ons kleiner maken om de realiteit te bereiken van wat we werkelijk zijn. Tegenover God zijn we objectief gezien werkelijk oneindig klein. Oneindig. Omdat God oneindig groot is. Dus zoveel ik kan vernederen en klein maken, hoe dat? Wel door te mediteren. Daarom weer de noodzakelijkheid van meditatie. Door te bedenken. Niet te denken, maar te bedenken. Bedenken is dieper, langer, trager. Maar dieper, trager en dieper. Bedenken. Bedenken. Dat moet bezinken. In uw gemoed, in uw gedachten, in uw hart. Overwegen. Met uw verstand, geheugen en wil en uw hart. We kunnen niet alleen denken met ons verstand. Maar we kunnen denken met ons hart, hè. Dat is bewezen, zelfs wetenschappelijk. 60% van de cellen van het hart zijn gelijkvormig aan die van de hersenen. Dus je moet denken met je hersenen, maar ook met het hart moet je denken. Want het hart houdt veel meer rekening met de concrete omstandigheden. Mannen denken meer met de hersenen en vrouwen meer met het hart. Daarom zijn mannen vaak abstracter met principes en met regels bezig en de vrouwen meer met omstandigheden, met concrete omstandigheden. Maar het een voelt het andere aan. Als je alleen maar droog bezig bent, dan kun je onbarmhartig en verkeerd naast de realiteit zijn. Als je alleen maar met het hart bezig bent en niet met de hersenen, dan kun je te veel in omstandigheden zitten en de principes uit het oog verliezen. Je hebt de twee nodig. Dus bedenken. Denken. Bedenken is denken met het verstand en met het hart. Met alles. Met je intuïtie, met je gevoel, met je ziel, met alles moeten denken. Dus bedenken. Hij moet dus bedenken, wat moet hij bedenken? Wel, hoe weinig hij vermag ten tijde van de troosteloosheid. Zonder die troostvolle, die voelbare hulp van de genade. Die voelbaarheid van de hulp van de genade. Hoe toch weinig dat we dan in staat zijn, wat de godsdienst betreft. Hè? Als we ons niet vurig voelen en zo, dan zijn we tot weinig in staat om veel te bidden en zo. Hè? Zonder die genade of vertroosting. Of hij die voelbare genade bedoelt, hè? Want hij heeft ook gezegd in de vorige regels, hè, dat is de regel 320, nummer 320, de zevende regel,
dat hoewel je in de troosteloosheid zijt, je toch altijd de voldoende genade hebt om niet te zondigen. Maar ze wordt onvoelbaar. Zoals Jezus op het kruis, hij was God, en hij had alle krachten om vol te houden enzovoort. Maar hij zegt, mijn God, waarom? Waar heb je mij verlaten? Dat wil zeggen, waarom hebben uw vertroostingen mij verlaten? En waarom? Het is eigenlijk een retorische vraag. Omdat hij de plaats van de zondaar heeft ingenomen die de vloek van God waard is. De doodzonde breekt met God. Dus breekt ook alle vertroostingen van God. Dus hoe weinig hij vermag, ten tijde van de troosteloosheid, zonder die voelbare genade, zou ik zeggen, of vertroosting. Van de andere kant moet hij in troosteloosheid bedenken dat hij veel vermag met de genade, met de voelbare genade, en met de genade die hij zelfs niet voelt op dat moment, maar met de genade die hij voelt die gaat komen, want nadien gaat er terug een vertroosting komen, wat na regen komt zonneschijn. Maar zelfs in de regen, in de storm, in de troosteloosheid, heeft hij voldoende genade om aan al zijn vijanden te weerstaan en kracht te putten bij zijn schepper en heer. Dus dat is eigenlijk nog een verdere benadrukking van nummer 320. Hè. 324 gaat het nog verder uitleggen. Dus neemt in tijden van vertroosting, moet men, dan heeft men kracht, men is vurig, men heeft dus al die vertroostingen, hè, een voelbare, praktisch gevoelbare liefde tot God. Hè. Ontvlammen in liefde. Dus vermeerdering van geloof, hoop en liefde, inwendige vreugde enzovoort, vurigheid, als je dat voelt, wel, dan moet je beseffen, dat kan voorbij gaan. En hoe weinig vermag ik als ik aan mijn eigen krachten ben overgeleverd. Hè? En dan nog heb ik zelfs, als ik aan mijn eigen, dan heb ik nog zelfs een troosteloosheid, dat wil zeggen voelbare krachten. En aan de andere kant, dus daar moet hij kracht in putten. Dat wil zeggen, hij moet kracht opdoen. Hij moet niet hoogmoedig worden. Dus dit verhindert de hoogmoed. Want de hoogmoed, die gaat gestart worden. Dat hebben we gezien in 322. Je kunt die troost verliezen door hoogmoed. Dus word niet hoogmoedig. Doe niet in troost alsof alles van u afhangt dat jij dat allemaal, die vurigheid veroorzaakt. Hè? Opdat wij niet ons nestje zouden bouwen op andermans erf, zegt 322. Hè? Want wie zich verheft zal vernederd worden. Dus als jij in troost uzelf verheft en zegt, dat komt van mij, dat is ook omdat ik zo goed ben, ik ben zo heilig, ik ben zo, ja. Dan gaat je vernederd worden, je gaat die troost verliezen. Maar als wie zich vernedert, zal verheven worden. Dus als jij die troost wil blijven voelen, die verheffing door God, die voelbare, die merkbare verheffing door God, verneder u dan. Dus hij zegt, je moet zorgen dat hij zich zoveel hij kan vernedert en klein houdt. Want dan gaat je die troost bewaren. En dan speelt je hem kwijt. Dat is 322. Je gaat hem kwijtspelen als je verheft. Dus als je in troost bent en je wilt altijd die troost blijven voelen, want dat is toch gemakkelijk, dat is toch mooi dat je in troost bent, in een vertroosting bent, in een geestelijke vertroosting, vergeet. Moet je zorgen dat je die bewaart. Dus verneder u. En een van de middelen is door te bedenken, dat is nummer 324, hè? Hoe weinig je vermoogt zonder die troost. Tot hoeveel dat je in staat bent. Je hebt goesting om alles te stoppen enzovoort. En ook degene die in troosteloosheid verkeert, die moet dan moed pakken. Die zegt, ik heb toch voldoende genade en die troost gaat terugkomen. En je ziet tot hoe weinig ik in staat ben. Alles komt van God, dus dat is zich ook vernederd, hè. En dan gaat die verheven worden. Dat betekent, die gaat troost ondervinden. Dus een middel om niet de troost te verliezen, is u te vernederen.
En een middel om in troosteloosheid er zo vlug mogelijk uit te geraken, is u te vernederen. En de hoogmoed doet de troost verliezen en de troosteloosheid aanhouden. Dus je hebt al twee middelen gekregen om de troosteloosheid te doen ophouden. Het eerste middel is de reactie. Dat is 319. Als je in troosteloosheid verkeerd bent, ga onder de aanval van de duivel. Under attack. We are under attack. Van een duivel. Dus de duivel probeert, dus zet ons in die sfeer van troosteloosheid. Troosteloosheid. Van duisternis, verwarring van de ziel, neiging tot lage en aardse dingen, onrust, heeft u gemoedsbewegingen, bekoringen die aanzetten tot wantrouwen, zonder hoop, zonder liefde enzovoort. We zijn onder attack. Zolang als we niet aan toegeven, zondigen we niet, maar het is wel heel lastig. Wel, de eerste tactiek hebben we gezien, 319, tegenreageren. Je hebt goesting om te stoppen met bidden, het bidt nog een beetje meer dan normaal. Tweede tactiek is, verneder jezelf. Dus de eerste tactiek is, doe nog een beetje meer. Want dan gaat je de duivel ontmoedigen, die zegt, hoe meer ik hem bekoor, hoe meer hij gaat doen, hoe meer hij verdient, dus ik ga stoppen met hem te bekoren. En als je bidt, dan behaagt je ook aan God, je hebt verdiensten. Maar 324 doet hetzelfde, de nederigheid, dat jaagt een duivel op de vlucht. De duivel kan twee dingen niet hebben. Dat is nederigheid en liefde tot God. Hij is hoogmoed en haat. Dat zijn twee dingen die het meeste veracht en die hij niet kan imiteren. Hij kan een ziel wel allerlei dingen doen, zelfs heilige dingen doen, om hem nadien te strikken. Maar wat hij niet kan doen, dat is meer God doen beminnen en nederiger worden. Dat kan hij niet. Hij zal hem meer doen bidden en zo, een valse verschijning en zo, meer boete doen en zo, dat wel. Hè. Om hem dan uiteindelijk in te palmen. Maar wat hij niet kan doen, dat is meer nederigheid. Dat zijn twee dingen. Dus als er nederigheid aan te pas komt bij ietske en meer liefde tot God, dan komt het zeker niet van de duivel. Dus je jaagt een duivel op de vlucht door meer nederigheid, ziet je? En je roept God over je af. Want Jezus zegt, wie zich vernedert, zal verheven worden. Door God natuurlijk. Dus een tweede middel om de troost te doen aanhouden en de vertroosting te verdrijven, na 319 is 324 dus een nederigheid. Dat is de belangrijkheid van die regel 324. Hè? De volgende regel betreft hoe dat de duivel zich gedraagt. Om een beter te, want om een oorlog te winnen zijn een van de noodzakelijke kennissen die je moet hebben, dat is de kennis van je vijand. Zijn sterke punten om daar rekening mee te houden, zijn zwakke punten om hem daarop aan te vallen. Dus om een oorlog te winnen moet je je vijand kennen. Hoe beter je hem kent, hoe meer kansen je maakt om te winnen. Als je vijand niet, je moet ook het terrein kennen. En je moet ook je vrienden kennen, je moet weten op wie je kunt rekenen, je moet je eigen krachten kennen, je moet ook nieuwe wapens proberen uit te vinden. Hè? Het nieuwe wapen dat we van God gekregen hebben, dat is eigenlijk dus al die verschijningen van Maria in de 19e en 20e eeuw. Dat zijn nieuwe wapens die we gekregen hebben. De wonderdadige medaille, de scapulier, de toewijding, Maria, het rozenhoedje. Dus de specifieke de rol van Maria, die nog meer uitgesproken is dan ooit tevoren. Want Maria is altijd al middelares geweest van alle genade. Maar nu krijgt ze een specifieke, nog meer uitdrukkelijke rol, omdat een duivel meer kracht gekregen heeft, het einde van de wereld. Hij krijgt meer kracht. Hè? En wel, Maria krijgt, dus God geeft ook meer genade en heeft besloten van het te doen door Maria. Dus ons nieuwe wapen is het onbevlekt hart van Maria. Maria, zoals ze dat vraagt zelf. Dus er zijn verschillende tactieken om een oorlog te winnen. Je ziet dat ook in de geschiedenis van de mensheid. Wel, nieuwe wapens, maar ook de kennis van de vijand. Dus
325, de 12e regel. De vijand gedraagt zich als een vrouw, blijkbaar een Eva, niet als een Maria. Hè. De duivel gedraagt zich niet als een Maria, maar een vrouw. Dat wil zeggen, hij bedoelt hier dus een vrouw, een dochter van Eva. Hè. Een vrouw op haar zwakste punt, op haar negatieve kant. Hè. Dat is zeker een slechte vrouw eigenlijk. Een ondeugdelijke vrouw. Hè. Ondeugend. Een ondeugende vrouw. Maar Maria zou zoiets niet doen. Hè. Een heilige vrouw zou zoiets niet doen. De vijand gedraagt zich als, ik zou zeggen, een ondeugende vrouw. Zwak tegenover krachtige weerstand. Maar sterk als zij, dus de vrouw, of hij, de duivel, zijn zin krijgt. Dus als je hem krachtig weerstand biedt, dus direct en totaal en zonder de minste twijfel, ja, dan druipt hij al af met de staart tussen zijn benen of tussen zijn poten. Want hij was als een dier voorgesteld, het is natuurlijk een engel, maar hij gaat weg. Want hij ziet, ja, hier ga ik waarschijnlijk het niet halen. En hij kan niet tegen verlies, hij is hoogmoed, hij kan niet tegen verlies, dus hij maakt dat hij weg is. En hij gaat ergens anders, waar hij meer kansen maakt. Maar vanaf als hij een twijfel ziet, dan zegt hij, ah, en dan gaat hij daarop springen, op die twijfel. Heel belangrijk om dat te weten. Dus als je bekoord wordt, krachtig reageren, of je bent de pineut. Je bent een slachtoffer. Je bent een vogel voor de kat, of een muis voor de kat. Hè? Immers. Zoals het typerend is voor de, ik zou zeggen, dus ondeugende vrouw. Hè. Wanneer zij ruzie maakt met een man, de moed te verliezen, op de vlucht te slaan, dus op te houden, als een man haar krachtig het hoofd biedt, voilà, zo is het, en niet anders. Hij kan dat zelfs zachtmoedig zeggen, maar met een beslistheid in zijn wil, dat die vrouw voelt, daar is geen speld meer tussen te krijgen. Haar krachtig het hoofd biedt, maar als die vrouw voelt, daar is geen spel tussen te krijgen. Het is niet een misschien en zo. Het is, zo is het, ze er mee uit. En ze voelt daar een kracht en een vastberadenheid achter. Dan houdt ze op, dan zegt ze, oei oei, daar is hier niks meer aan te doen. Hè. Daarentegen, dat ze dan ophoudt. Hè. Daarentegen, als de man de moed verliest en begint te vluchten, of zelfs hij begint te twijfelen, hè? Zwak of heel zwak weerstand biedt, of geen weerstand biedt aan die vrouw, aan het onredelijke van die vrouw. Hè? Dan is de woede, de wraakzucht, de wreedaardigheid van deze ondeugende vrouw zeer groot en mateloos. Wat heel gekend is in de volkswijsheid, is dat een vrouwelijke politieagent is veel strenger dan een mannelijke politieagent. Daar heb je al het voorbeeld in de dagelijkse praktijk. Als een vrouw de macht krijgt over de man, dan moet je oppassen. Hè? Oppassen wat je zegt, oppassen wat je doet. Ze zijn niet allemaal zo, ik zeg, ik heb het over een ondeugende vrouw. Hè? Er bestaat zelfs een sketch over... er bestaan allerlei verhalen over. Dus dat noemen we dan wijven. Hè? Als je te maken hebt met een wijf, dan moet je oppassen. Hè? Een vrouw die zich ondeugend gedraagt. Zo is het eveneens kenmerkend voor de vijand, de duivel. Die heeft dezelfde temperament, bij wijze van spreken. Uitgeput en moedeloos te worden, met zijn bekoringen op de vlucht te gaan, wanneer degene die zich in het geestelijke oefent, moedig, kordaat, direct, onvoorwaardelijk, hè, zonder twijfel, het hoofd biedt aan de bekoringen van de vijand. Als je het vuur in het begin blust, dat is gemakkelijker te blussen, dat is nog een ander voorbeeld, dan dat je het vuur laat getwijfeld, gezegd, ja, tja, een mooi vuurtje, misschien interessant. Als je het niet onmiddellijk blust, ja, dan neemt het kracht. En hoe groter het vuur wordt, hoe moeilijker het om te blussen. Hè? Totdat je dus een vuur hebt dat zeer moeilijk te blussen is. Omdat het sterk is.
Dus moedig het hoofd biedt aan de bekoringen van de vijand door te doen wat er lijnrecht tegenover staat. Dat doet dan denken aan de zesde regel, 319. Hè? Contra agere. Hè? Dus agere contra, dus tegenreageren. Het tegenovergestelde doen van wat een duivel ons inspireert. Dan gaat hij op de vlucht. Maar een duivel begint... is dus heel sterk als je twijfelt. Begint daarentegen degene die zich oefent, hè, iemand die wil heilig worden, maar die is zwak. Hè. Hij begint bang te worden. Er zijn mensen die door zware bekoringen bang worden. Ik heb dat meegemaakt, dat de mensen, dus als ze dus wilden zich oefenen op het goede, gaat een duivel zich daarmee bezighouden. Ik heb gezegd, God houdt zich ermee bezig, omdat God wil dat de mens heilig wordt, maar ook de duivel houdt zich ermee bezig, want die wil niet dat we heilig worden. De mensen die in de dood zonder leven en maar opleven, die laat hij doen, hè? Die lopen toch al naar de hel. Maar degenen die zich willen verbeteren, daar houdt de duivel zich mee bezig extra, omdat die zijn rijk kunnen beschadigen. Zoals hij eens gezegd heeft in een exorcisme, nee, ze gaat mijn rijk beschadigen, hè? En daar houdt hij zich mee bezig. En dan heb je twee mogelijkheden. Ofwel zet je door, ofwel vermindert je. Dus de tweede. Die mensen twijfelen al omdat ze zo'n weerstand ondervinden, rondom zich. Dat zijn meestal ook mensen die veel geïnvesteerd zijn geweest. Mensen die al geïnvesteerd zijn doordat ze spiritisme hebben gedaan. Ze hebben al reiki gedaan, yoga gedaan, ze hebben boeddha-beelden in huis, ze hebben al... allerlei bijgelovige dingen, praktijken. Ze hebben dus een onmatige seks beoefend of onmatige drugs genomen of tegen natuurlijke zonde beoefend. Die zijn al onder invloed van de duivel. En als die zich bekeren, ja, dan is dat gevecht nog meer uitgesproken. Ik spreek alleen van ervaringen. En als die mensen dan aan het goede toeleggen, dan worden ze extra aangevallen door de duivel, die dat zijn prooi niet wil lossen. In plaats van, dan zouden ze moeten kordaat zijn en ze gaan verder en er wordt niet getwijfeld om nog terug te keren, of een beetje toe te geven. En dan gaat een duivel op de vlucht. Maar als je zegt, oei, ik word bekoord en het wordt erg en ik word tegengewerkt en ik krijg tegenslag in mijn leven, hè? Dat kan allemaal gebeuren. Dat kan de duivel eventueel doen. En als ze dan beginnen te twijfelen, zeggen... Er zijn mensen die zijn aan het twijfelen. Die zeggen, oei, ik ga niet meer naar die traditionele mis, want ik krijg er te veel tegenstand. Ik ga maar naar de nieuwe mis blijven lopen. En inderdaad, als ze dus dan terug in de zonde vallen, dan houdt die bekoring ook op. Dus dat is een manier om de bekoring te doen ophouden. Die heftige... Of die plagerijen van een duivel te doen ophouden. Maar dat is de verkeerde beslissing. Want de duivel gaat nadien toch wel, ze proberen nog meer en meer en meer, en ze gaan op weg naar de hel. En er zijn, ik heb mensen zo zien handelen. Hè? Mensen die zich wilden bekeren, maar die heel zwak en twijfelachtig stonden. En, de duivel zag die twijfel en hij werd inderdaad razend. Hè? De woede, de wraakzucht en de wreedaardigheid van die vrouw zeer groot en maatloos. En wat een duivel hetzelfde. Als hij een twijfel ziet, dan wordt hij wreedaardig. Met al zijn kracht werpt hij erop. Die twijfel dus, we kunnen hem pakken. En dan, ja. Dan kan hij nog steeds zeggen, ik doe het niet, of ik doe het wel. Hè? Maar hij moet zeggen, ik doe het niet. En hij moet krachtig worden. Krachtig, definitief, onvoorwaardelijk, alles erbij nemen. En als een duivel dat ziet, dan gaat hij weg. Maar ik heb mensen zien toegeven... Die zijn bezweken, uiteindelijk bezweken voor die mensen die het goed voor hadden en die schrik hadden van een duivel, ja. Die verkeerd gereageerd hebben. Dat hun fout is dat ze vanaf het begin niet krachtig, dus moedig het oog bieden. En dat is hun fout geweest. Wel, ik herneem de zin. Ik spreek van ervaring, ik heb het zelf meegemaakt. Begin daarentegen degene die zich oefent bang te worden en de moed te verliezen, wanneer hij dus die troosteloosheid ondervindt. Hè.
Dan is er op de hele wereld geen beest zo wild als de vijand van de menselijke natuur in het nastreven van zijn verdorven bedoeling met zo'n grote boosaardigheid. Maar dan nog kun je er u eruit helpen, hè? Maar dan moet je kordaat worden. En die blijven. Dus twijfel, dat is de duivel heeft zoveel macht als dat je hem geeft. Voilà. Toen Eva begon te discussiëren met de duivel, was ze verloren. Toen ze bekoord werd, ze wist dat het een duivel was die sprak, want ze wist heel goed, ze had ingestorte kennis, dat dier niet kon spreken. Dat wist ze heel goed. Dus ze wist heel goed dat dier begint te spreken. En wel, dat is een engel of een duivel die zich erachter bevindt. Adam en Eva hadden kennis van alles. En ze zegt, ik ga er een beetje mee discussiëren, hè. En dat is haar fout geweest. Ze heeft niet kordaat vanaf het begin definitief. Dat komt van een duivel, dus het is slecht. Weg daarmee, het is een leugenaar. Weg, weg, weg. Vanaf het begin. Ga weg in Jezus' naam. Door God vervloekt een duivel. Dat is al wat je moet zeggen. En alles wat je nog meer zegt, of anders zegt, dat is duivels. Dat gaat u kapot maken. Want een duivel is verstandiger en sterker dan jij. Dat is een muis die probeert te spelen met de kat. Dat is toch waanzin, dat is hoogmoed. Dat is onwijs. Hè? Dus in naam van Jezus Christus, van God, moet je zeggen, ik doe het niet. Heel belangrijke opmerking. Dus kordaat zijn tegenover de duivelse bekoring. En als er een twijfel is, dat is verschrikkelijk. Dan gaat de duivel erop springen met al zijn macht en kracht en listigheid. Die zeer groot is. Want het is het grootste verstand... De Satan is het grootste geschapen verstand en de grootste geschapen kracht. Ik zeg wel geschapen, hè. 13e regel. Nog eens een keer, om de duivel beter te kennen, om hem beter te kunnen verslaan. Eveneens gedraagt hij zich als een valse minnaar. Een valse, dat betekent een minnaar die iets verkeerds voor heeft met een vrouw. Want je hebt ook een goede minnaar, dat wil zeggen iemand die achter een vrouw zoekt om met haar te trouwen. Eerbaar te trouwen. Maar het is een valse minnaar. Wanneer hij zoekt verborgen te blijven en niet ontdekt te worden. Dus het is iemand die een maagd wil misbruiken of wel een getrouwde vrouw wil inpalmen. Een valse minnaar. Dus hij wil de zonde. Dus wanneer een minnaar de zonde beoogt, dan zoekt hij verborgen te blijven. En niet ontdekt te worden. Want evenals een lichtzinnig man die met zijn verkeerde praat de dochter van een brave vader of de vrouw van een brave echtgenoot het hof maakt, wil dat zijn verleidelijke praatjes geheim blijven en dat dat niet te horen komt van die vader of van die man. En zoals hij het in tegendeel zeer onaangenaam vindt, als namelijk het meisje aan haar vader of de vrouw aan haar man zijn lichtzinnige praatjes en verdorven bedoeling bekend maakt, omdat hij dan gemakkelijk begrijpt dat hij met de begonnen onderneming dan niets zal bereiken, dat het ophoudt, zo wil en verlangt eveneens de vijand van de menselijke natuur en bovennatuur, dus de duivel, als zij zijn bedriegelijke verleidingen aan de rechtvaardige ziel influistert, dat zij in het geheim worden aanhoord en bewaard. Maar wanneer de ziel ze aan haar goede biechtvader of aan een andere geestelijke ingestelde persoon mededeelt, die zijn streken en bedrog kent, dan spijt dat hem dus aan een duivel zeer, want hij begrijpt dat hij dan niets zal bereiken met zijn boosaardige onderneming, nu zijn bedriegen dreigen ontdekt zijn en naar het licht gebracht zijn. En dan gaat hij weg. Dus wat een duivel gaat doen als hij ons bekoort, dus hij gaat verleiden, hè? Dus hij gaat ons, dus het is een minnaar. Dus hij gaat lief zijn en goed en van alles voorstellen en cadeautjes geven, dus het is verleiding. Hè? Dus het komt ons goed voor, het verleidt ons, het trekt ons aan. Maar vanaf we beseffen het is eigenlijk van een duivel, hè? Uh,
Dan moeten we daar, of we hebben een twijfel, dan moet je daar onmiddellijk mee gaan spreken met je biechtvader, je geestelijke leidsman, of iemand, een geestelijk ingestelde persoon. Als je geen priester vindt onmiddellijk. Hè. Wel, want als dat masker dus afgerukt is, hè, die gaat duidelijker zien dan jij waar het over gaat. Ja. Want jij bent misschien verblind door al die, die goedheid die je veinst. Hè. Die vrouw is gecharmeerd door een minnaar. Hè. Dus die ziel is gecharmeerd door een duivel. En dat verblind, dat is zand in de ogen strooien. Maar die ander ziet het duidelijker dan jij. En die kan zeggen, pas op, dat klopt niet. Hè. Dus waar draait het op uit? Het draait uit op de zonde. Hè. De duivel herkent gaan ze een staart. Waar ze horen, aan de bedoeling dachten ze. Dus aan, waar draait het op uit? En die zal het veel duidelijker zien dan jij. En als een duivel ontmaskerd is, ja, dan gaat hij op de vlucht. Hè. Zoals een minnaar die ontdekt wordt, die gaat lopen. Hè. Een minnaar die door de man ontdekt wordt, die zet het op de loop. Hè. Als die man, die vrouw aan het charmeren is en de man komt binnen, dan houdt hij meteen op. Hè. Dat is toch evident. Dus dat is ook nog een middel. Ten eerste om te weten komen of iets van een duivel is. En ten tweede, als het van een duivel is, om die bekoring te doen ophouden. Van daarover te spreken, volledig, in alle eenvoud. Iedereen wordt bekoord, zelfs Jezus werd bekoord. Uit weinig natuurlijk, wij zelfs zien wij. Maar dus een bekoring is nog geen zonde. Hè? Zelfs de grootste heiligen zijn bekoord geweest met de meest afschuwelijke dingen. Dus het is geen schande te spreken over de bekoring. Ook al is het een schandelijke bekoring. Maar het is nog niet uw kwaad, zolang als je hebt toegestemd. En als je hebt toegestemd, al gedeeltelijk, ja, dan is het nog altijd tijd om... Het siert u, dan uw nederigheid, om dan erover te spreken en uiteindelijk uw ziel te redden. Hè? Die vriend of die biechtvader zal appreciëren, zeer waarderen, dat uw ziel gered wordt. Een biechtvader heeft de genade om alleen maar het goede te zien. Wij scandaliseren ons niet in de biecht, hè? Nooit. Natuurlijk horen we dus de ergste zonde soms en de meest afschuwelijke dingen... Maar wat we zien is die ziel die zich daarvan ontdoet. Dus dat iemand in een afwas doet, hè, dat het iets aan het oppoetsen is. Die ziet niet naar dat vuil, die ziet naar dat, dat begint mooi te blinken daar. Begrijp je? Je zit toch niet met dat vuil bezig? Dat vuil gaat er juist af. Dat is, als God iets vergeeft, wie ben ik dan dat ik nog aanreken? God, als die mens berouw heeft, is hem eigenlijk al van die zonde af. Hè? Dus je moet daar geen schrik van hebben om over te spreken, hè, ook al. En dit is een tactiek om de duivel, om een aanhoudende bekoring, om een idee fix noemen ze dat, hè, een aanhoudende bekoring, een obsessie, te doen ophouden. Dus een aanhoudende bekoring, die kan gestopt worden... Doordat men erover spreekt met de biechtvader. Want dan zit een duivel, hij is heel volledig ontmaskerd. En hij kan niks meer, geen voordeel meer halen en dan is hij weg. Omdat hij niet, hij is een slechte verliezer. Dus dat is zijn zwak punt. Pak de duivel op zijn zwak punt. Hè? Op zijn hoogmoed. De 14e regel. De laatste regel voor de eerste week. Want die andere regels, dat is voor de tweede week, de tweede periode. En die begint morgen. Hè. Eveneens gedraagt hij zich als een legeraanvoerder. En hij is het ook. De hel is georganiseerd in hiërarchie. Want die engelen, die duivels waren vroeger, heilige, waren vroeger engelen in engelenkoren. Dus je had cherubijnen... Serafijnen, cherubijnen, tronen, machten, krachten, heerlijkheden, aartsengelen, engelen enzovoort. Dus je hebt die... En als ze dus gevallen zijn, de ene is verstandiger dan de andere, is krachtiger dan de andere, dat verstand en die kracht behouden ze. Want uw natuur verliest je niet. Ze zijn eeuwig. De geest vergaat niet. Hè? Dus een mens ook, een mens in staat van genade, die heeft verstand, geheugen en wil...
De mens in doodzonde heeft nog steeds verstand, gelukkig hij wil. Het is niet omdat een verstandige mens een doodzonde doet, dat hij plots geen verstand meer heeft. Hè? Hè? Dus hij behoudt zijn verstand. Dus een duivel heeft zijn verstand behouden. En ook hiërarchie, dus er zijn legeraanvoerders. Hè? En zijn aanvoerders, dus in hiërarchie in de hel. En ze gehoorzamen niet uit deugd, maar uit ondeugd. Ten eerste omdat ze moeten, want degene die krachtiger is, die kan de andere verplichten. Hè? Die kan hen gijzelen, bij wijze van spreken, want hij is sterker. Hm? En de tweede, omdat ze weten dat als ze samenwerken, zijn ze ook efficiënter om de mensen te verdoemen. Dus de hel werkt samen uit haat. Het is niet omdat ze elkaar waarderen en beminnen, maar gewoon omdat het is een nutsvriendschap. Het is nuttig, dus als we samenwerken kunnen we meer bereiken. Ze zijn verstandig, ze weten dat, dus ze werken samen. Dus je hebt daar een hiërarchie. En wel een duivel, dus degene die... Dus degene die je met je bezighoudt, er wordt een studie van u gemaakt in de hel. Om te zien, de chef zal ook zien, welke duivel ga ik delegeren om zich met die persoon bezig te houden. Want iedereen heeft een engel bewaarder. God zorgt voor u dat jij dus beschermd wordt, maar je begrijpt dat de hel die ons wil verdoemen ook systematisch te werk gaat. En ze gaan duivel zich met u bezighouden. Hè? Sint-Petrus zegt, een duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Zoekende, hij bestudeert dat. Hij gaat rond u als een versterkte stad. Rond een innerlijke burg, zegt Teresa van Avila. En hij gaat een zwakke punt proberen. Dus hij bestudeert u. Het is een legeraanvoerder. Die zich bezighoudt met u. En die gaat dan... anderen delegeren om zich mee bezig te houden, om het uit te voeren. Wel, evenals gedraagt hij zich werkelijk, hè, als een legeraanvoerder, een strateeg. Hij gaat met verstand te werk, hè, want de engelen zijn zeer verstandig, de gevallen engelen dus ook, om te veroveren en uit te plunderen wat hij verlangt. En als je met strategie te werk gaat, dan ben je efficiënter. Dat zie je met al die oorlogen die gewonnen zijn, Alexander de Grote, Napoleon, Julius Caesar, al die grote strategen, die zijn te werk gegaan met verstand en methode. Ook met andere tactiek, kennis van de terreinen, goed getrainde mannen enzovoort. Maar ook dat behoort tot tactiek. Dus tactiek. Want zoals een generaal te velde eerst zijn kamp opslaat en de versterkingen en de ligging van een burcht in oogschouw neemt, dus ik heb u gezegd, om een oorlog te winnen moet je de vijand kennen. Wel, een duivel doet hetzelfde, hè. Hij gaat u leren kennen. Want gij bent zijn, hij probeert u te pakken. Dus hij gaat de spionage, hè, de vijfde kolonne, organiseren. En deze dan van zijn zwakste zijde aanvalt. Dat is evident, hè. Je gaat een stad niet, die omwalt is niet aanvallen op de toren, maar op de muur tussen twee torens. Van de toren is sterker dan een muur. En wat nog zwakker is, dat zijn de poorten. Die poorten zijn natuurlijk ook verdedigd door grachten en zo. Maar als je de poort kunt bereiken, dat is het zwakste punt van allemaal. Of een muur waar hij niet goed onderhouden is. Hè? Dus je kunt gaan, je gaat automatisch en gaat zien waar is het zwakste punt. He? Zijn dat de riolen? Dan gaan ze via de riolen. Soms gaan ze dus via andere methoden. Of via de lucht, he? Dat ze dus, ik weet niet wat. Het is het zwakste punt. Zo gaat ook de vijand van de menselijke natuur, de duivel, spiedend rond, hè, letterlijk, want Sint-Petrus zegt het, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden, zoekende, hè, spiedende. Hij gaat alles onze goddelijke, kardinale en zedelijke en natuurlijke deuren bestuderen. De zedelijke, natuurlijke en bovennatuurlijke. De zedelijke deuren zijn zowel natuurlijk als ingestort. Goddelijke, kardinale en zedelijke deugden. En waar hij ons het zwakst en het meest hulpbehoevend vindt in zaken van onze eeuwige zaligheid, daar valt hij ons aan
en probeert hij ons te overmeesteren. Ik moet de bladzijde omdraaien hier, want ik heb vergeten om... Ja, daar is het hier. Hè. Ja. Dus 327. Welke les kunnen we eruit trekken? Wel, als je bekoord wordt op teen of tander, wees er dan zeker van dat dat een zwak punt is. Dat is de les, dus wees nederig, beken het. Dus maak gebruik van de duivel, hè, dat gaat u nog weer vernederen, van zijn geweldige slimheid, sluwheid, verstand. Hè. Als je daarin bekoord wordt, wees zeker dat er een zwakheid is. Tenminste, als een duivel in spel is, want we worden ook eerst en vooral bekoord, zegt Sint-Jacobus, door onze eigen ondeugden, door onze eigen beheerlijkheden. We worden bekoord door onszelf, maar een duivel doet altijd vuur, olie op het vuur, bedoel ik, olie op het vuur. En soms zijn de regelrechte bekoringen. Hè? Maar juist die bekoringen, die gaan dus appelleren aan wat zwak in. Die gaat een hoek proberen, die gaat een voet in huis proberen te zoeken. En dat is om te beginnen de erfzonde, de drievoudige heerlijkheid, de beheerlijkheid van de geest, de beheerlijkheid van het vlees en de beheerlijkheid van de wil, van de wil van de ogen. Hè? En dan een van die hoofdondeugden, hè, hoogmoed, onkuisheid, gulzigheid, wraakzucht, traagheid, jaloezie, hebzucht, hè, gierigheid, cholerie, dus woede, hè, cholerie, hè, gramschap. En alle mogelijke andere ondeugden. Maar dat zijn de hoofdondeugden, maar je hebt, dat zijn alle ondergeschikte. Bijvoorbeeld stoeven, overdrijven, is een vorm van hoogmoed. Te veel praten, hè? praten, om te praten, dat is een gebrek aan matigheid. Hè? De nederigheid is een dochter van de matigheid. De nederigheid, de zachtmoedigheid zijn dochters van de matigheid. En de kuisheid uiteindelijk ook. Dus je hebt dus de kuisheid, die is de nederigheid, zachtmoedigheid en kuisheid zijn ook belangrijke deugden. Dat zijn dochters van de matigheid. En er is een misbruik van de schepselen. En daar heb je dus de voorzichtigheid voor nodig om de juiste maat te kennen. En de juiste maat in onze verhoudingen met de ander, dat wordt gegeven door de rechtvaardigheid. En het beoefenen van die maat is dus de matigheid. En daarin volhardend blijven, daar is de sterkte voor nodig. Dan heb je de vier kardinale deugden. Voorzichtigheid, rechtmatigheid, rechtvaardigheid, matigheid en sterkte. Ziet je? De duivel kent dat allemaal. En die weet ook wat de gaven zijn van de Heilige Geest. Hè? Wijsheid, verstand, wetenschap, raad, godsvrucht, vrezen des Heren en sterkte. Dat is nog een keer de sterkte als gaaf van de Heilige Geest. Dat kent hij ook. En die worden gestort op uw, die zeven gaaf van de Heilige Geest worden gestort in uw goddelijke deugden. De geloof, hoop en liefde. Dat zijn de drie. En ook in uw kardinaal deugden. Voorzichtigheid, ervaring, matigheid en sterkte. Dus er zijn zeven hoofddeugden, drie theologische en vier kardinale deugden, ingestorte deugden. En daarop worden de gaven van de Heilige Geest gestort. En als onderliggende fundamenten, hè, geloof, hoop en liefde, worden ingestort in je verstand, geheugen en wil. En de bovennatuurlijke deugden van voorzichtigheid, rechtvaardigheid, matigheid en sterkte worden ingestort in uw natuurlijke deugden van voorzichtigheid, rechtvaardigheid, matigheid en sterkte. Dus een duivel kent die structuur allemaal. En hij weet waar uw zwakke punten zijn. En waar uw sterke punten zijn. Wel, hij gaat u aanvallen op uw zwakke punten. En wel, dus als je ergens bekoord wordt, beseft dat is mijn zwak punt, daar moet ik op werken. Dat is de conclusie die je kunt trekken.
En dat is een heel interessante conclusie. Een zeer nuttige conclusie. Zo, we gaan nu op.